Hi, goedemorgen. We gaan iets nieuws proberen. Ik heb al een primer op en mijn wenkbrauwen gedaan. Ik heb de nieuwe Smashbox Halo 4-in-1 Healthy Glow Perfecting Pen. Dat is een concealer. Dat is deze. En wat staat erop? Four Skin Perfecting Techniques. One Easy to Use Pen. 4-in-1. Use this lightweight primer infused formula all over to conceal, correct and contour and highlight. The blendable formula provides buildable medium coverage and delivers a natural radiant finish. Voor pro artist tips en tricks visit smashbox.com. Ja, ik vind die hele lijn op zich wel prima. Ik heb daar ook de primer van en ik ga daar ook de bijpassende skin tint. Tinted moisturizer van gebruiken. Dit is hem. En ik heb de kleur... F20C. Het zal iets van Fairlight Neutral zijn. Ik heb hem gisteren gebruikt. En ik moet zeggen, toen was ik niet helemaal blij. Oh, oh, dat is te veel. Dat is te veel. Maar goed, ik weet niet of het terecht was dat ik gisteren niet blij was, want, dat zal ik vertellen. Gisteren bleef die plakken aan droge plekken, maar toen was ik vergeten moisturizer op te doen. Waarom vergeet je dat, zou je zeggen? Dat weet ik ook niet. Dit is genoeg, denk ik. Ik heb een spons vandaag. En laten we kijken hoe het dan gaat. Gisteren had ik het met een kwast. Oké, ik moet zeggen, met een kwast heb je beduidend meer dekking. Maar dat is natuurlijk niet... Verbazend, hè? Trouwens, wij hebben een feestelijke dag, want Dennis is jarig vandaag. Dennis wordt 51. Oké. Ik ga even de Tinted Moisturizer opdoen. Dan kan ik ook de video nu even stopzetten natuurlijk, maar dat doe ik niet. Die heb ik in de kleur Fair Light.
Oké. Het geeft alles bij elkaar inderdaad een medium dekking. En ik moet eerlijk zeggen dat ik met de spons hem niet aan die droge plekken zie zitten. Dus dat is goed. Toch? Dit ziet er goed uit. Even een beetje poeder. Dit is ook de poeder van de Hedo Glow Line. Ik ben ontzettend verkouden wakker geworden. Oh, je moet wel de goede kant op draaien, Patrice. En het zou dus zo moeten zijn dat ook deze poeder een kleine glow achterlaat. Een hele zwarte shirt gelijk onder. Maar dit zijn mooie producten. Dat je kan er gewoon niet mee mis. Gisteren had ik hem op en ondanks dat ik hem wat droog vond uitzien of dat hij wat klingde aan de droge plekken, droeg hij wel heel mooi en bleef mijn ondermooi mooi, zeg maar, niet overdreven gerimpeld. Dus wat dat betreft vind ik, waar heb ik hem nou gelaten hier? Ja, deze gaat in mijn nog meer proberen bakje. En daar kom ik dan nog op terug. Maar dit is een fijn product. Ja, ik vind alle producten van die hele lijn op zich wel fijn. Ja, dit ziet er gewoon mooi natuurlijk uit als mijn huid. Niet alsof je een dikke laag make-up op hebt of zo. En niet dat ik dat erg vind, want dat is ook, kan ook heel mooi zijn. Ja. Het is een aanrader. Het is een prijzige. Ik heb hem bij Notino gekocht. En ik heb hem gezien bij Zalando. Het is een concealer die volgens mij in de 30 euro kost. Dus het is een prijzige concealer, maar wat mij betreft zeker de moeite waard. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Duimpje omhoog en abonneer even op mijn kanaal. Zou je me heel blij mee maken. En dan zie ik jullie graag de volgende keer. Doei!